I can't eat. Okay, you know what? If you can't accept a nice gesture, then just forget it. Okay, that's great. Positively. Hey, Jen, I have a really good family, everything. Oh, God, how are you doing? Good thing you stopped that you had questions. You guys are here, you clear about that. This phone is talking to you on the negative dynamics. I have been supporting them in aid, and I shoved off the ice on the spot. They come from the danger zone, they hold forces. And we see we need a lane. Me and Paul Mosson are the point of the drop. I mean, our name is the least. Silver and Zelsa are the least spectacular to deal with the laser strike. The field fight. I started to ask the point. Hector wasn't there. It is evil. Terrible sense of direction. Babies is one. First impressions? Yeah. Okay, what I'll say. Stretchen was first, and that can only mean the reis of auto's. Gaat het moet de allergrootste beursgang van een internetbedrijf worden, en dat lijkt te lukken. Dus daar maakte Facebook bekend wat de aandelen waard zullen worden. De productieprijs ligt tussen de $28 en $35. De totale waarde van Facebook komt daarbij ongeveer uit op $95 miljard. Facebook oprichter Mark Zuckerberg kan tevreden zijn. Zijn bedrijf heeft het recordhouder Google voorbij. Google ging in 2004 naar de beurs en was toen $23 miljard waard. Facebook gaat er dus ruimschoots overheen. Het is voor analisten maar de vraag of Facebook die hooggespannen verwachtingen waar kan maken. Ja, ik ben heel sceptisch dat dit kan, want dat Facebook veel harder groeit dan bijvoorbeeld Google of Microsoft in een vergelijkbare fase van hun ondernemingsleven. De omzet is afgelopen jaar verdubbeld, maar de verwachtingen die nu in de koers gedisconteerd worden, die zijn dermate hoog dat ik daar toch betwijfel bij heb. Hoe de beurs dan uit gaat pakken, moeten we nog even afwachten. 18 mei is het zover ze geïnvesteerd. Tot die tijd maakt Facebook een rondje langs de velden om potentiële beleggers enthousiast te krijgen. En Aarde heeft sinds vandaag een terminal voor cruiseschepen. Die hoeven dan niet meer helemaal door sluizen en door het Noordzeekanaal naar Amsterdam. Op die kunnen ze op meer cruiseschepen afgehandeld worden. Want ondanks de crisis groeit de belangstelling voor cruisevakanties enorm. Vanochtend kwam het allereerste schip aan bij de nieuwe terminal in de buitenhaven van de Muiden, rechtstreeks vanaf de Noordzee. Niet meer wachten bij het sluizen, niet meer stappen op schip Noordzeekanaal door. Als je door moet varen naar Amsterdam, ben je 6 uur heen en terug kwijt. Amsterdam, fantastisch mooie terminal. Ons verkooppunt is dat wij 6 uur tijdsdienst aan de reden kunnen leveren, wat op zijn vaartschema heel vaak goed uit kan komen. De tijdwinst kan belangrijk zijn, maar er is ook gewoon behoefte aan extra capaciteit om cruiseschepen op te vangen. Om tegen de crisis in, neemt de vraag naar cruisevakanties toe. We hebben dit jaar samen 196 aanlopen, dat wij in de komende jaren door kunnen groeien naar 300. Dus capaciteitsuitbreiding, goed voor de cruiseindustrie, goed voor ons beiden, want we kunnen heel concreet neerzetten voor de reden. Want de ene wil wel meer in Amsterdam aanmeren, de ander laat zijn gasten vanuit en wij op excursie gaan en is in een dag weer weg. En souvenirs, die hebben ze in hun buiten. Nu hebben van het 7:30 nieuws gaan naar de redactie, Daphne Lammers. Ja, maar we gaan het hebben over de onbelaste kilometervergoeding. Die misschien wordt afgeschaft. En uit het onderzoek blijkt dat er heel weinig werkgevers
dat willen compenseren. En dat zou je dus 50 euro netto per maand kunnen gaan kosten. En een verhaal van Erik Malta over de concurrentiestrijd van Amerika met China. Want terwijl de economie daar groeit, dalen de landen. Ten midden van alle economische ellende op politiek uit de VS. Om de concurrentie met China aan te gaan, wordt dit weer een lage lonenland. En aansluitend aan 12 april zegt het uit de mij door herdenking en voor ons is dus Suzanne Bosman de baas van de pakte. Naast veel discussie de afgelopen dagen, eigenlijk tot op dit moment, wie herdenken we nou, wat herdenken we op die 4e mei? Nou, die discussie hoor je hier op de Waalsdorpen vlakte. Bij de vereniging Eerpunt in Waalsdorp, die het hier allemaal organiseert, niet. Al 67 jaar herdenken ze de mensen die hier op deze vlakte zijn geëxecuteerd door de Duitse bezetter. 253 verzetsmensen zijn het geweest. Veel jonge mensen die hier worden herdacht. Zometeen gaat de klok klinken, de fakkels die branden al. En dan komen duizenden mensen hier langs de maand om hun respect te betalen. Wij zijn er nu uit, inderdaad, vanaf 10:50 tot 4:00, daarna ook op 5, 7 en 8. Vanaf 7:30 op RTL 4. Tot zover het economisch nieuws. RTL Z is er vanaf de maandag weer vanaf 8:30 met ons programma Voorbeurs. Een heel fijn weekend. Voetbal International, voetbal hooligans en darts, de Premier League. RTL 7, meer sport voor mannen. Dus. RTL 7. Hallo mensen, wist u dat ik al geen recheck doe? Want bij Simpel heb je al 100 belminuten van 2,50 euro per maand. En zoals de papegaaien proberen uit te leggen, zonder kippertje, ga je heen naar simpel.nl of bel 0800-1418. Verleg de grenzen van dynamisch en efficiënt rijden. Nissan Micra. Maak nu een proefrit in de Nissan Micra binnen PlayStation 3 met de Gran Turismo Race Game en profiteer van de 50-50 deal. Kijk voor meer informatie op nissan-acties.nl. 100 belminuten en 500 MB internet voor 12,50 euro per maand. Te snel is simpel.nl. Wist je al dat je in je niet kunt rijden? Dan leg maar 20% bij. Dankzij het unieke stop. En start. Kijken wat maakt u straks lijken. RTL Z en Partners gaan in mei de Nederlandse theater zien met een avondprogramma over beleggen. Interactief, scherp en onderhoudend. Diverse gastsprekers en bekende sidekicks blikken terug op de rollercoaster ride van de afgelopen beleggingsjaren. Maar praten we over nu. In dit was het financieel nieuws en natuurlijk over de markt. We leggen de echte experts brandende vragen en dilemma's door. Over de beste strategieën, nieuwe groeimarkten, eurobezuinigingen en een economische comeback. Live-stream beleggingstips zijn relevanter dan ooit. Ga nu voor kaarten, toerdata en locaties naar rtlz.nl/theater. Dat is het voor vanavond veel, dat zijn we allemaal thuis. Nee. Renault maakt het nog leuker. Bij Lease Arsenic betaalt u nu slechts 20% juli. En ontvangt u tijdelijk de nieuwe iPad helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op Renault.nl. Zijn terugkomen van Lampen, dat mag je even. Good night, Mr. DiCaprio.
schade kunnen direct kaart maken. Mevrouw, we gaan het voor u oplossen. Nou, ik ben het